Welkom bij het WK-kwalificatietoernooi van het Rubik's Cube hier in Eindhoven. Nou, dit is het toernooi in het oplossen van de Rubik's Cubus. We hebben hier vier verschillende categorieën. Dus we hebben als eerste het speedcubing, normaal oplossen met twee handen. Het fastest hand, dus oplossen met één hand. En we hebben ook nog het rescramble, dat betekent dat je een gescrambelde kubus, of gemixte kubus, moet namaken met een andere kubus. Nou, de winnaar vliegt zeg maar voor Nederland naar het WK in Boston. Dat is heel eervol. Dat was ook een grote prijs om op te winnen natuurlijk, dus iedereen wil natuurlijk dat ticket verwachten. Hoe komt het dat je hier zo goed in bent? Ja, veel oefenen. Daar is het? Ja, dat is het vooral. Veel oefenen, ja, af en toe nieuwe dingen leren. Ja, naar wedstrijden zoals deze gaan, dan zie je mensen die dit ook kunnen en dan leren van elkaar. Ja, ja. Moet je ook een beetje wiskundig inzicht hebben? Nou, toevallig studeer ik wel wiskunde, maar dat is, het is zeker niet vereist. Iedereen kan dit leren.